Vanaf 1 januari wordt het stedelijk waterbedrijf overgedragen aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Deze maatschappij stond al in voor de watervoorziening in Sinaai, Delfzijlen en Nieuwkerken. En vanaf nu dus ook voor heel Sint-Niklaas. In de praktijk verandert er niet veel voor de klanten, maar het stedelijk waterbedrijf zal wel rond de jaarwisseling een eindfactuur opmaken. En om die factuur te kunnen maken, hebben wij uiteraard de stand van de watermeter nodig. Voor die opname is het belangrijk dat de watermeter goed toegankelijk is. Vanaf 12 december tot eind december gaan indexopnemers op pad. Dus zij komen bij al onze nieuwe klanten langs om de stand van de watermeter op te nemen. En dat gebeurt van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds en van maandag tot en met zaterdag. De indexopnemers zijn medewerkers van het stedelijk waterbedrijf en de VMW. Zij kunnen zich op vraag identificeren met een badge.